Ja, er ligt een verschrikkelijk boek in de winkel. Eenmaal je neus erin gestoken, laat het je niet meer los. Dit is het boek Rijk door één zin, het gouden filmidee. Het idee is even eenvoudig, moeilijk als onweerstaanbaar. Ik lees voor van de achterflap. Iedereen kan door één zinnetje schatrijk worden. Vandaag nog. Het enige dat je nodig hebt is een gouden filmidee. Dan staat Hollywood in de rij om dat ene zinnetje van je te kopen. Vaak voor miljoenen dollars. De man die dit beweert en die het ook uitlegt en die de adressen achterin geeft waar je je kan vervoegen, is Paul Ruven. Filmmaker zelf, Gouden Kalveren gewonnen. Dit is jouw vak. Zo makkelijk is het dus. Het is ontzettend makkelijk. Ik zal hem meteen een voorbeeld geven. Je hebt de producent van de Da Vinci Code, een man van 4 miljoen. Die zit tegenover een man die een ideetje heeft. En hij vraagt dus aan die man van wat heb je voor ideetje? En die man zegt, mijn idee is, het is een advocaat die een dag niet mag liegen, anders verliest hij zijn zoontje. En dan zegt die man, die zegt dit, die zegt, I love it, I love it, I love it. En dan denk je, wat gebeurt er verder? En hij vraagt, hoe is de titel? En die man zegt, liar, liar. We're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it. En dan wordt de film meteen de volgende dag gemaakt. Nee, maar Paul. Film brengt. Ja, nee, bij wijze... Zo werkt dat. Oké, stel, ik had dat ideetje. Want dat had ik liggend in bad, kwam het ineens op. Liar, liar. Ja. Hoeveel geld had ik kunnen verdienen met alleen het idee? Ik schrijf niet een scenario. Ik breng alleen het idee. Ze willen geen scenario. Ze willen alleen... Hollywood zit te wachten op een heel goed idee. Omdat Hollywood dat niet kan verzinnen. Goede ideeën kun je niet dwingen. Die komen inderdaad als jij in bad ligt. Ja. Of als je aan de afwas staat. In de keuken of waar dan ook. Op vakantie bent. Dan krijg je ineens een heel goed idee. En Hollywood wacht op dat idee. En deze man, weet je hoeveel deze man gekregen heeft? Ja, deze man is schatrijk geworden hiervan. Hij heeft toen geloof ik 1 miljoen dollar gekregen. Voor het idee. Maar hij krijgt alleen voor dat ene ideetje. En is dat zijn enige idee? Of is het een soort repeterende machine die dat iedere keer doet? Kun je 10 van die dingen bedenken? Nee, je kunt niet 10 van die dingen bedenken. Hollywood weet dat. Van, je hebt maar één keer zo'n ideetje en dan ben je meteen binnen. En dan ook enorm binnen. We gaan kijken naar een klein stukje, want inmiddels staat het klaar. Liar, okay. Liar, Jim Carrey. Hi. Hi. New in the building? Yeah, I just moved in Monday. Oh, you like it so far? Mm-hmm. Everybody's been real nice. Well, that's because you have big jugs. I mean, your boobs are huge. I mean, I want to squeeze them. Oh. Ja, de film was dus een jaar later of 2 jaar later een feit. Nu ben jij zelf doctorandus in deze kunde geworden. Maar je zit nog steeds bij ons aan tafel. Je zit nog niet aan de zwembad met een dikke sigaar in Hollywood. Nee. Met andere woorden, het is moeilijker dan we denken. Nee, het is ontzettend makkelijk als je dat goede ideetje hebt. Dan heb je, als je het goede ideetje hebt, en heel veel mensen denken dat ze een goed idee hebben, en dat kan ook, maar het moet dan een paar kleine voorwaarden voldoen. Ja. Eén voorwaarde is bijvoorbeeld, daar kun je het heel makkelijk mee testen, is dat je moet beginnen met je idee te zeggen. Dan zeg je eerst van, ik wed dat je dit nog nooit gehoord hebt. Dan zeg je ideetje en dan moet de andere partij moet zeggen, wauw. Als je dat voor elkaar krijgt, dus je zegt, ik wed dat je dit nog nooit gehoord hebt. Een advocaat die een dag niet mag liegen, want die anders een kind werd. En als jij dan zegt, wauw, dan zit je goed. Nou, en dan gaat het heel snel, want dan kun je per e-mail kun je zo floep naar Hollywood toe en Hollywood ontvangt je. Ja, maar je zegt het met een gemak alsof je dat bijna elke dag doet. Maar het is jou nog nooit gelukt, man. Nee, maar ik heb zelf het idee nog niet gehad. Ik wou dat ik het idee had gehad. Nee, dus jij loopt elke dag rond. Kijk, wij sinds vandaag, sinds dit boek. Ja. Maar jij loopt dus al een jaar of twee rond, op straat, door het bos, aan het... met God, dat idee. Ik wil dat idee, ja. En weet je wat zo heel erg is? Van, ik heb dit boek samen overigens geschreven met Jan Batavier. Dit boek het komt pas vandaag uit, maar we hebben het al aan een paar mensen gegeven zo. En waaronder aan iemand die heeft Spion van Oranje en Vet Hart geschreven. Ja. Nederlander Thijs van Marlen. En die mailt mij straks en die zegt, Paul, ik heb beet. En hij heeft beet. Hij heeft een ideetje. En de hoogste man, een van de hoogste man van Hollywood, die heeft gezegd, kom maar. Wat is het ideetje? En dat, dat moet ik even... Het is de man die onder andere... dat komen we nog wel op. De man die onder andere Hitch heeft verkocht en allerlei films aan... Oké, grote man. Grote man. Grote dikke deur. Gaat hem betalen. Voor welk idee? Want ik kan niet wachten. Ja, ik weet het, maar ik moet het vertalen. Want hij heeft het op een soort Amerikaanse manier gezegd. En mijn Amerikaanse durf niet op televisie. Ik zeg het op Nederlands. Het, het gaat over een jong echtpaar dat wil graag een baby uit Afrika adopteren. Dus ze adopteren een baby uit Afrika. Die komt dan ook, legaal, et cetera. Maar dat blijkt dan een oplichter te zijn, een kind van 20 jaar. Dus niet een baby, maar ze krijgen ineens 20 jaar. Maar die is legal. Die is wettelijk. En ze hebben dus ineens een kind van 20 jaar. Een Afrikaans kind, wat hun kind is, en die wil hun oplichten. Waardeloos idee. Ja, oké. Maar
Brad Pitt en Angelina Jolie. Ik vind echt niks aan. Dat scheelt. Ik vind echt niks aan. Nee, het andere vond ik briljant. Okay, maar hier vind ik echt niks aan. Nou goed. En toch zeggen ze van, ik wil hem hebben. Hij heeft al twee mensen die zeggen, wij willen het hebben. Maar misschien vertel ik het niet helemaal goed, want hij vertelde maar een deel. Want ik mag het niet helemaal vertellen. Ik mocht het zeker niet op televisie vertellen. Nee, vandaar. Dus ik vertel het een beetje nu het idee, anders. Wat ook gehonoreerd is, Mr. en Mrs. Smith. Ja. Er was dus iemand die zei, het is een echtpaar, een beetje uitgeblust huwelijk. Ja. En ze worden weer verliefd op elkaar, omdat ze erachter komen dat ze alle twee huurmoordenaars zijn. En ze hebben de opdracht elkaar te vermoorden. Helemaal goed. Precies. Zo simpel. En dat bel je door en je bent miljonair. Ja, en daar is het miljonair. Maar is dat zo? Bel je door? Bedoel, je hoeft het niet vast te leggen met alle advocatenteams. Bedoel, je stuurt een mailtje met je bankrekeningnummer en het komt allemaal goed. Nee, je stuurt een mailtje naar iemand. Nou, een heel goed voorbeeld is iemand. Je hebt bijvoorbeeld een boekenserie die heet The Hardy Boys. En iemand kwam van buitenaf, een huisvrouw heeft gewoon bedacht: hey, als de Hardy Boys nu de Hardy Men worden. Uitgebluste jongens en die moeten nu weer. Hun waardigheid terugkrijgen omdat hun vader is gekidnapt. Nou, is onmiddellijk iemand die hoorde dat. Die is onmiddellijk naar Ben Stiller gegaan. Ben Stiller is een acteur die. Ja, in, zeker. Waar zit hij in? Waar zit hij niet in? Ja. Hij zegt: Ben, ik weet dat je dit nooit gehoord hebt. De Hardy Boys zijn nu de Hardy Men. Wauw, zei Ben. En Ben zei: wauw. En wij zijn verkocht. Oké. Okay. Onmiddellijk. Belt naar Tom Cruise en die zegt: hey, Tom, luister eens. Ta-da-da-da. En Tom zegt: wauw, ik doe mee. Tom, die moest nog Victoria Beckham bellen. Maar want Paul, voor de verjaardag. Paul Ruven. En die biedt er ook een rol aan. Je bent niet te stoppen, werkelijk. Het is toch een schande dat jij dacht, dat idee ik praat niet... sneller dan jij. Het is nog dat jij dat idee nog niet bedacht hebt, man. Nee, ik wou dat het waar was. Je hebt een goed snel hersen. Ik wou dat het waar was. Nee, dat komt Dick zo in. Maas. Dick Maas zegt Jaws in de Amsterdamse grachten. Ja, en dat is Amsterdam. Het is een geweldig idee. Wauw. Ik wou dat ik het verzonnen had. Ja. Vlodder. Vlodder is, wat is Vlodder? Vlodder is een soort asociale familie die gaat in een rijke simpel. Geweldig. Dick Maas, Jaws in de gracht. Meer was het eigenlijk niet. Ja. Nu is het Nederland, dus hij heeft in Hollywood zijn geld er niet mee verdiend. Maar het was wel een heel goed idee. Een geweldig idee. Ja, het is eigenlijk een gestolen idee. Dus. Klein, is dat een gestolen idee? Een beetje wel. Het is in ieder geval geïnspireerd op. Nee, mag. Dat mag. Even kijken, een klein stukje, omdat het zo leuk is. Ja. Amsterdam. Hé, hey, hoe lang blijf je daar nog liggen? We moeten weg. Ja, ik kom zo. Ja, Jean, heb jij wel eens zo'n ideetje gehad? Nou, jij gaat op voor de Oscars met... Niet, ik moest even denken aan Hitchcock. In zijn biografie schrijft hij ook dat hij 's nachts in bed, als hij droomt, heeft hij zulke goede ideeën. Die schrijft hij op een nacht, schrijft hij ze op. Leest hij het volgende ochtend. En dan staat het idee, man loves a woman, then kills her. Ik bedoel, ja, het zijn niet altijd briljante ideeën die je kunt verzinnen. Nee. Hemingway heeft ooit het allerkortste verhaal geschreven. Die zat in een weddenschap met een andere schrijver. Die zegt, ik schrijf een heel mooi kort verhaal, ultra kort. Het zijn maar 6 woorden. Ik moest het in het Nederlands. Is dat een filmidee? Dat is de vraag aan jou, Paul. Okay. Te koop, babyschoentjes, nooit gedragen. Nee, is geen filmidee. Nee? Wel leuk. Nee, geen filmidee. Goed verhaal, vond ik. Ja, goed verhaal, maar geen filmidee, helaas. Gaat niet verkocht worden. Gaat niet lukken. Wat wel een geweldig filmidee zou zijn, maar het is helaas al gedaan, is een presentator zoals jij... Weet niet dat hij in een reality show zit dat iedereen om hem heen fake is. En de enige die echt is, ben jij. De Truman Show. Truman Show. Ja. Ooit bedacht door iemand, een werkloze architect op een kamertje... en kreeg ook $2 miljoen ervoor. Klaar. Niet te geloven. Ik denk even iets voor Matthijs, waardoor hij echt kan binnenlopen. En wat vind je het volgende idee? Ja. We hebben het op de redactie even, klein inventaris. Okay, misschien allemaal slecht, maar misschien is er eentje miljonair vanavond. Ja. Jezus verdrinkt. Ja, erg leuk, maar nee. Nee. Nee? Nederlandse speelfilm. Nick komt erachter dat Simon niet is. Dat kan. Dat kan. Dat kan. Ik zie je nog niet je koffers pakken. Nee. Ja, Nick en Simon in Hollywood. Hallo, Nick. Nou ja, bij wijze van spreken. Simon komt erachter dat Carfunkel niet is. Nee, maar wat wel verkocht is, wat niet gemaakt is, is... dat heet Chad Smith. Chad Smith komt in de jaren 80 in Hollywood en wil acteur worden... maar komt erachter dat hij concurrentie heeft van iemand waar hij heel erg op lijkt... en die heet Brad Pitt. Dus hij lijkt stekend op... en hij kan gewoon niet aan de bak komen, omdat er al een Brad Pitt is. Goed idee. Hij heeft Brad Pitt zelf gekocht... maar nog niet gemaakt. Halina Rijn had een idee. Ja. Daar was Sean Penn geïnteresseerd in. Meisje zoekt haar vader, is haar vader, weet niet wie de vader is. Komt in Hollywood terecht, blijkt haar vader een heel beroemd acteur. Ja. Sean Penn zegt, ik wil dat graag hebben, dit idee. Ja, Halina Rijn zegt, ik wil dan wel de hoofdrol spelen. Ja. Zegt Sean Penn, dan gaat het niet door. Ja. Ja. Harde wereld. Ja, harde wereld. Maar het is wel zo, want zij had dat idee, gewoon dat ene zinnetje... en ze beroep op de koffie van Sean Penn. En Sean Penn zegt, Halina, ik wil het hebben, graag. Ik wil het kopen nu ook. Ja. Ik bied je zoveel geld. Alleen Halina zegt, ja, maar ik wil gewoon de hoofdrol spelen. Ja. Zegt Sean Penn, nee.
dat doen we niet. Rick van de Ploeg, jij bent de slimste in dit hele gebouw op dit moment. Dat weet ik sowieso. Heb jij zo'n zinnetje? Je hebt nu 10 minuten naar dit gesprek geluisterd. Het is jouw wereld helemaal niet. Je bent een econoom. Heb jij een zinnetje? Nee, maar ik vraag me wel af... Als iemand anders zo'n zinnetje hebt, dan zou ik het gewoon pakken. Zou ik het proberen te verkopen? Ja, nee, maar... Dus hoe kan je dat... Iemand die zegt gewoon dankjewel. En die gaat er zelf meer naar. Nee, dat kan ik wel vertellen, maar ik weet niet hoeveel tijd we hebben. In Nederland wordt het wel gepikt. In Amerika wordt het nooit gepikt. In Amerika willen ze per se... Staat ook allemaal in het boek hoe je het vast kunt leggen. Ze willen per se dat jij zegt van... ik ben de eigenaar hiervan. Waarom? Dan word jij gesuwd. Snap je? Oké. En niet... Rick, heb jij een zin? Ik ben tv-presentator, Matthijs. Want ik bedoel, sorry hoor, als ik iets beters bedacht had... wat zei Jort net tegen jou, als jij een heel goed idee hebt... dan zeg je... Mevrouw van Nieuwenhoven, zit u nog met de deplorabele staat... van de Partij van de Arbeid er nu al? Is dat een film? Ja, nou, ik vind wel, voor een Nederlandse film vind ik wel leuk... hoe Jort Kelder de Partij van de Arbeid redde. Kijk. We zijn rond, we zijn één. Eén grote familie. Paul, dank voor een... verschrikkelijk boek, want je blijft er maar in lezen. Ja. Je denkt, ik moet dat idee nu gaan bedenken. Je wordt zo jaloers. Ja, je wordt jaloers. Ik ook. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.